Yo guys, Gletsch hier met een nieuwe video en vandaag spelen we weer terug aan Minecraft. Oh my god. Zei ik net Minecraft? Vandaag spelen we CSGO en geen Minecraft. Ik zal zo uitleggen waarom we CSGO spelen. Ik ga wat armen racen. Arms race, maar in mijn niet grappige humortaal is dat armen race. Natuurlijk zitten we weer een Minecraft potje dat al 10 jaar bezig is. Nee, het is nog niet eens begonnen. Hé, dat komt eigenlijk echt wel heel goed uit. Nice. We hebben dus mijn MP7, dat ik nog nooit gehad. Oh wow. Ja, ik speel dus eigenlijk CSGO omdat ik views nodig heb. Nou, het ging niet echt zo. Ik zal het zo wel verder uitleggen. Mijn vriend zei op school tegen mij, amai, je hebt weinig views. Ik zei, ja, dat is waar. Fuck you. En daarop zei hij, misschien moet je nog eens een CSGO video maken. Dat haalt altijd veel views. En ik zei, ja, dat is waar. Laten we het even proberen winnen. Maar even, hè. Oh, wat blassen. Ik ga wel zo doodgaan, maar ik ga iets proberen knijven, denk ik. Ja, ik ga de teammate knijven. Nee, nee. Oh, doe me. Ik ging bijna een dubbel knijven hebben. Ik was zo al mijn CSGO video's aan het terugzien. En eigenlijk ben ik echt nooit over iets aan het praten. Buiten dat ik 30 weken geen video... Oh shit. Buiten dat ik 30 weken geen video heb geüpload, godverdomme. En toen dacht ik, ja, misschien moet je eens over dingen praten in je leven. En dan denk ik, wat doe ik in mijn leven? Ja, helemaal niks. Dus ik kan ook over niks praten, godverdomme, hier. Ah, wat? Normaal is hij echt een Galil Arpro en ja, en nu ineens het meer. Hallo. Ah, vlassen, dat we zo moeten. Ah, beter dat ik die heb. Oké, nice. Ik ga fucking hard, bro. Kan ik hier door? Ja. Deze vind ik echt. Dit is een van mijn lievelingsmaps. Oh, wow. Had er toch helemaal in de kelder zeker wat voor. Waar? Ik word gedomineerd. Ah, vlassen. Hier zie je camperke. Oh wauw, laten we zeggen dat ik het gevoel heb dat ik deze potje ga winnen. Hierse! Zo moet je de teamleader killen. Ik haat echt een Sawed-off, ik vind echt de meeste poepwapens ooit. Dat is echt de poep. Dat is nog erger als revolver. Oké, op zich is revolver niet zo slecht, maar ja, ik snap het. Blijf hier, zak. Maar, oh. Ja. Nee. Ja, hier zei je. Sorry. Oh wow, ik wou de kill. Oh shit. Oh my, what the fuck gebeurt daar allemaal eerst? Piek dan, wat waar doe mij? Oh. Hier zei. Hey, auto noob. Nee! Wat? Ik had die niet eens geraakt. Ik schoot er zo perfect langs. Hey, hey, ik kwam wel killen. Het is een potje vol met campers. Ah ja, toch in het andere team. Oh. Oh, wow. Ah, nice. Oké, daar is er al één. Oh, nice. Oh, fuck you. Oh, fucking hell. Oh! Iemand heeft al een knife level. Ik heb even rustig. Maar hoe kan... Ik heb 6 health. What the fuck? Ik moet snel uplevelen. Oké, nice. Met een beetje geluk vind ik nu de teamleader. Oh, oké. Ik heb een knife, ik heb een... Ah, dat zou perfect zijn als ik teamleader kill. Ah, hij weet dat ik de knife heb. Fucking hell. Maar echt, mij maak ik toch geen kans. Nee. Ah! Ja, nu ben ik mijn knife kwijt. Godverdomme, ik had dat moeten winnen. Oh,
Beter. Peuter. Ah ja. Ja! Sorry, yes. Oh my god. Oeh. It's a fucking win. Oh, die 69 scoren ook. Nice. Maar niemand kon maar een knife kill pakken. Sorry man, ik ga het afsluiten. Dat vond ik even harder. Dus vonden jullie deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer je in de volgende keer. En de volgende keer meer CSGO. En ik zeg ciao.